Ik heb uh, vernomen dat jullie in deze kerk, de Vrij Evangelische Kerk, 100 jaar bestaan. Althans, het gebouw. Uh, het kerkgebouw bestaat uh, 100 jaar en dat vieren we met een feestweek uh, in februari. En dat gaat alleen om dit gebouw of ook om het visnet? Dat is neem ik aan later gebouwd. Ja, het visnet dat zijn de bijgebouwen die ook verhuurd worden en de kosterswoning die daaraan vastgebouwd is, die zijn van later datum. Het gaat om dit kerkgebouw en dat bestaat in februari 100 jaar. Uh, wanneer ben jij in deze kerk terechtgekomen? Nou, ik ben uh, geboren en getogen uh, vrij Evangelisch. Hè. Mijn beide ouders uh, waren hier uh, kerkelijk uh, actief. Dus ik ben hier uh, gedoopt en ik ben, uh, hier uh, heb ik beleidenis gedaan, met mijn vrouw getrouwd. En ook eigenlijk heel mijn leven uh, actief geweest in deze kerk. En ik ben nu 65, dus ja, al 65 van die 100 jaar uh, ben ik hier uh, aanwezig, zeg maar. Zo'n kerk als dit. Uh, ik, als ik hier zo om me heen kijk, lijkt het heel erg op. Um... De gereformeerde kerk, dat is uh, aan de andere kant van de Grote Straat bijna, uh, heeft de bouw te maken van deze kerk te maken met, met dezelfde bouwer? Nee, helemaal uh, niet. Uh, er is in Apeldoorn een uh, kerk, die is net iets ouder dan uh, dit kerkgebouw. En dat lijkt heel veel op uh, onze, onze kerk. En uh, tijdens uh, de bouw, en uh, de voorbereidingen daarvan, is uh, dominee Muller, veel oudere Nijverdallers, zegt uh, die naam nog wat is dominee Muller met een delegatie van de kerkenraad naar Apeldoorn afgereisd. En toen is men overtuigd geraakt van ja, zo'n soort kerk als in Apeldoorn staat, die moet hier ook aan de grote straat in Nijverdal komen voor onze vrije evangelische gemeente. Voordat het 100 jaar was, is er ook al een evangelische kerk. Maar welke kerk is dat dan? Is dat op dezelfde plek? Wat is het? Ja, er was een vrije zendingsgemeente. Dat is de voorloper van onze vrije evangelische gemeente. En dat was een afsplitsing van de Nederlands Hervormde Kerk. Begin vorige eeuw is daar wat animositeit ontstaan. Dat kon men elkaar niet helemaal meer vinden in de geloofsleer. En is een vrije zendingsgemeente gestart. Die later is overgegaan in de vrije evangelische gemeente hier in Nijverdal. Uh, er is uh, een programma opgesteld voor jullie 100-jarig bestaan van de kerk. Uh, wat houdt dat in? Ja, we vieren ons 100-jarig jubileum in de periode van zondag 12 tot en met zondag 19 februari. Op zondag 12 februari is er een hè, zogenaamde aftrapdienst die staat in het teken van het begin van de jubileumweek. Uh, op maandagavond uh, wordt hier in de zaal bij de kerk een prachtige documentaire film uh, vertoond over uh, Abraham Meijers. Dat is een uh, jongetje uh, van Joodse Komaf. Die in de oorlogsjaren, de laatste oorlogsjaren, hier in de pastorie naast de kerk is ondergedoken uh, geweest. Op de dinsdag de 14e en donderdag de 16e oktober, of uh, februari natuurlijk. 14 en 16 februari is er een open kerk. Dan wordt het orgel bespeeld, dan worden er rondleidingen gegeven, er staan prachtige iconen in de kerk. Nou, gewoon mooi om eens een keer een kijkje te nemen in de kerk, ook al kom je hier niet altijd elke zondag. Op vrijdagavond is er een prachtig concert op orgel en met medewerking van een mezzo-sopraan. Henk Linker en Valeria Boermistrova komen dan spelen en zingen. Ook voor iedereen toegankelijk, gratis entree. Om kwart voor acht begint dat concert. Op zaterdag 18 hebben we een kerkmarkt. Er zijn boeken, er is porselein te kopen, er zijn koeken te kopen. Prachtige verjaardagskalenders. Men kan ettensoep eten, meenemen naar huis. Van alles en nog wat te doen. En op zondag 19 februari dan is de afsluitende dienst hier. Smiddags om half drie in de kerk. En ja, komen oud-voorgangers zijn uitgenodigd. Mensen vanuit onze bond van Vrije Evangelische Gemeente. En dan hopen we feestelijk het jubileumweekje af te sluiten met elkaar. Ook het kerkplein wordt feestelijk versierd met ballonnen en vlaggetjes. En alle opbrengsten van die week uh, die zijn bestemd voor een goed doel. Werkers in de Oekraïne, waar het op dit moment heel hard nodig is. Werkers in de Oekraïne vanuit onze Bond van uh, Vrijvergerische Gemeenten willen we heel graag financieel ondersteunen. Oké, okay, nou ik wens jullie heel veel plezier bij jullie feestweek. En uh, we gaan het zien. Ja, dankjewel Hans.